Dat is een W2226 City Class. In dit geval City of Londen. Pacific Class. Ja. Hier ligt hij in de maroon. Ik zou hem ook eventjes een beetje schoon openmaken, schoonmaken en een rondje rijden. Dan gaat hij weer even in de doos. Onder een stroomopnamepunten. Dus dat zijn natuurlijk de lieden. De stroom afnemen zelf met wasbenzine. In dit geval valt het wel mee. Twee grote zuivelmoes draaien volgens mij. Die en die. En dan komt het geheel tevoorschijn. We gaan even kijken. Kap is het dus die. Die achter de. Achter het. Draaistel zit. Die draaistel moeten er toch vanaf. Het is die. En die. We beginnen met de collectors. En ja, schoonmaken ook. Nou, is een beetje schoongemaakt. Maar druppeltjes olie. En dit is een naaimachine. En dan heb ik de cleaning. Ik doe ze op zijn oil. En dit is een sewing machine. Zo, we put it together. Laten we in elkaar zetten. Eerst nog met een sliert passagiersvagons rijden. Dat hebben we natuurlijk met die zachte wurpels. Het is wel weer veel moeite voor een rondje om ze tevoorschijn te halen. Ten meer omdat ik ook de baan nog verder af moet maken. In orde moet maken. Ik hou even bij een rondje. Met ze een paar wurpels. Nou, dus dat is ook weer geweldig. De ren. Nou, dat blijft ook de baan. Ook door de bus, moet ik wel even nakijken. Ook in langzame snelheden loopt deze geweldige locomotief goed. Helemaal van metaal ook. Lekker zwaar. Grote schroeven. Geweldig. Where are those days? Even kijken waar die overheen bonkt. Maar met een paar wagons, omdat ze los in de doos zitten zonder verpakking, dus dat is altijd wat makkelijker pakken en zo. En ook weer makkelijk terugzetten. Nou, dus een mooie treincombinatie. Een British Rail locomotief. En dat begon dus nog in de LMS-uitvoering. Ja, zo reed ze ook bij British Rail in die kleurstelling. Dus dat moet goed komen. Qua regen.
jongens. Ik verkoop het helemaal niet door. Dus one round on layout. Morgen. Goedemorgen. De famous one round on layout.